LTO Melkveehouderij wil naar een nieuwe waardering voor de sector. De oplossing hiervoor ligt in het ondernemerschap. Melkveehouder Koen Haghoort uit het Zuid-Hollandse Waarder heeft zichzelf doelstelling opgelegd voor een lagere uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast produceert hij duurzame energie met een windmolen en zonnepanelen. Hij richt zich daarmee vooral op het klimaat, een van de praktische waarden in de ambitie van LTO. We moeten met z'n allen natuurlijk naar beneden en ik vind wat je doen kan, dat moet je doen. Wij hebben al behoorlijk wat stappen gezet zonder daarin getallen direct voorradig te hebben. Maar ik denk dat er nogal in kleine stapjes nog wel iets gedaan kan worden. Maar de grote stappen, het laaghangend fruit is denk ik wel geplukt. Haghoort is deelnemer van Koeien en Kansen. Door aanpassingen in zijn bedrijfsvoering, bijvoorbeeld via het voerspoor, probeert hij de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. We proberen in ieder geval aan de voorkant van de koe daar maatregelen voor te treffen. Dat we niet achteraf moeten corrigeren, maar eigenlijk aan de voorkant het niet laten gebeuren. Dat is eigenlijk een beetje de insteek. Dit bestaat uit voorjaarsgras, wat later geoogst voorjaarsgras, aangekochte snijmaïs en een heel klein beetje aardappelsnippers. We hebben als Koeien en Kansenboer in ieder geval wel de doelstelling om niet boven die 155 gram of zelfs dit jaar 153 gram ruw eiwit in het totale rantsoen te komen, jaar rond. Dus dan moet je in de zomer, als er eiwitrijk vers gras is, moet je daar wel behoorlijk op corrigeren. Dus dan moet je met dit rantsoen moet je daar behoorlijk onder zitten. En dat lukt. Dit zijn wat grovere voorjaarskuil die we bewust wat later gemaaid hebben. En in balen gedaan hebben, zodat we die gedurende de zomer kunnen voeren aan de koeien. Dit gras heeft wel ruim 900 fem. Het zit ongeveer op 130 ruw eiwit. En daar hebben we qua droge stof ook nog ruim de helft aan maïs bij gemengd. En zodoende om een relatief eiwitarm rantsoen te hebben in de zomer, als er voldoende aanbod van eiwit is in het eigen land.